miste hij altijd bad. Het was net alsof hij een monnik was. Ik vroeg hem eens, waarom treedt u niet in een klooster in? Hij antwoordde, de bisschop heeft het me verboden. Hij zei tegen me dat ik nuttiger zou zijn in de wereld dan in een klooster. Hij raadde de verzoening aan tussen twee erfvijanden, dat wil zeggen Frankrijk en Duitsland. Schumann had geen carrièreplan. Hij kende zelfs de uitdrukking niet. Dat bestond er niet in die tijd. Hij deed zijn plicht als christen, beantwoordde een roeping. Robert Schumann was vooral een profeet. Iemand die durfde te geloven in iets onvoorstelbaars. Iemand die durfde hopen op het onwaarschijnlijke. Robert Schumann werd in 1886 als zoon van een Luxemburgse moeder en een Lotharingse vader geboren in Klausen in Luxemburg, beneden het plateau waar tegenwoordig de instellingen van de Europese Unie te vinden zijn. Toen hij heel klein was, ging hij op vakantie naar Evrange, waar de akkers van zijn oom zich deels op Frans en deels op Luxemburgs grondgebied bevonden. De grenspalen sneden het terrein in tweeën. Dus als men daar de akkers omploegde, trok de ploeg van Frankrijk naar Luxemburg en van Luxemburg terug naar Frankrijk. Zo kiemde al heel vroeg in Schumann het idee om verder te gaan dan de grenzen. Hij verloor zijn vader op redelijk jonge leeftijd. Hij kreeg dus een opvoeding die vooral door zijn moeder bepaald werd, die hem een diep geloof meegaf, hem leerde piano spelen en hem vele dingen leerde. Hij doorliep zijn middelbare school in Luxemburg, alvorens verder te studeren in Metz, München, Berlijn en Straatsburg, dat toen een Duitse stad was. Op een dag werd zijn moeder naar een huwelijksfeest gebracht. Samen met vrienden namen ze de koets. Het paard sloeg echter op hol. Zijn moeder viel en overleed. Voor Robert Schumann was dit een vreselijke schok. Zodanig dat men dacht dat hij zijn studie zou afbreken en in een klooster zou intreden. Schumann was toen 25 jaar oud. Een van zijn vrienden, Henri Esbach, schreef hem enkele dagen na het drama. Het is voor jou nog niet afgelopen hier op deze aarde. De plicht, hard maar tegelijkertijd soms zacht, verbiedt je je volledig te laten opslorpen door je pijn. Je zult leek blijven, want je zult zo het beste erin slagen het goede te doen, wat je enige zorg is. Ik ben van mening dat de heiligen van de toekomst heiligen in pak zullen zijn. In 1914 werd Robert Schumann ontslagen uit militaire dienst wegens zijn zwakke gezondheid. Toen de vrede uiteindelijk was weergekeerd, werd Elsass Lotharingen opnieuw Frans. Ook Schumann zelf, die tot dan toe een Duitse Luxemburger was, nam de Franse nationaliteit van zijn vader aan. Er werd sterke druk op hem uitgeoefend om parlementariër voor de Moezelstreek te worden. Na lang aarzelen gaf hij hier gehoor aan en werd hij op 16 november 1919 op 33-jarige leeftijd verkozen. Hij woonde in het huis dat nadien eigendom werd van mijn familie. Schumann woonde er van 1926 tot aan zijn dood in 1963. Hij was een uitzonderlijk man. Bescheiden, heel zacht, niet week. Want in de zaligspreking zegt men, zalig de zachtmoedigen. Men zegt niet, zalig de weekhartigen. Er was veel moed voor nodig om de Europese Unie te stichten in 1950. Robert Schumann had een diep en intens spiritueel leven. Van kinds af aan werd dit gevoed door zijn christelijk geloof, door zijn engagement in de sociale katholieke beweging, door gebed ook, door lectuur, meditatie. En Schumann ging bijna dagelijks naar de mis. Er was een kloosterkerk net tegenover zijn huis. Hij hoefde alleen maar de straat over te steken om meerdere keren per dag in stilte te kunnen bidden in deze kapel, waar hij zijn eigen stoel had.
Heer Jezus, wij zijn geroepen om in de Eucharistie de gave van uw lichaam te ontvangen. Wij willen onze broeders dienen en eer betuigen aan de Vader door het gebed van onze lippen, het woord van onze mond en het werk van onze handen. Hij bad veel. Ik zei tegen mijn leerlingen, jullie moeten je goed gedragen, want meneer Schumann komt. Hij ging steeds op de achterste bank zitten. Hij was echt een man van gebed. We hadden veel pruimen. En toen ik hem er eens wat bracht, zei zijn huishoudster, meneer, kijkt u eens. Hij vroeg me of ik goed mijn best deed op school. En toen gaf hij me wat snoep. Heel uitzonderlijk in die tijd. Hij werkte in Metz en kwam 's avonds heel gewoon met de bus naar huis. Hij hield veel van mensen. Nu begrijpen we beter waarom hij ermee begonnen is Europa in gang te zetten. Op 10 mei 1940 hoorde Robert Schumann al 's morgens vroeg dat Duitse troepen België en Nederland waren binnengevallen. Daarna werd Frankrijk op haar beurt binnengevallen. Schumann werd gearresteerd door de Duitsers, die van hem medewerking verwachten. Maar hij stond uiteraard helemaal vijandig tegenover de wijze waarop Hitler de wereld zag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Robert Schumann aangehouden. Na zijn arrestatie werd hij hier naartoe gebracht, in Neustadt. Hij werd niet opgesloten in een gewone gevangenis, het was meer een bewaakt huis. Hij had een grote bewegingsvrijheid die hij gebruikte om naar de mis te komen in ons huis op zondag. Het lukte hem om te ontsnappen. Hij verborg zich op verschillende plaatsen, maar vooral in een klooster. Hij had theologie gestudeerd. En toen hij na de oorlog terugkeerde, werd hij niet beschouwd als iemand die zich zwak had opgesteld tegenover Duitsland. Hij wilde vrede, maar dat is iets anders. Op het moment dat Schumann minister van Buitenlandse Zaken werd, begon in Frankrijk net het besef door te dringen dat men niet kon doorgaan met de zogeheten discriminatiepolitiek ten opzichte van Duitsland. En dat het nodig was om Duitsland de hand te reiken het binnen te loodsen in Europa. En dat Frankrijk ermee moest samenwerken, net zoals met andere Europese landen, in een groter geheel. Hij moest het hoofd bieden aan opstandige rellen toen de Sovjet-Unie probeerde Oost-Europa in haar richting te doen kantelen. Hij werd agressief aangevallen door de communisten die in die tijd met veel mensen waren vertegenwoordigd in het Franse parlement, de Nationale Vergadering, en hij hield stand. Men vroeg hem hoe hij het voor elkaar had gekregen om vol te houden tegenover zo'n geweldige en agressieve, zelfs fysieke aanval. De bodes moesten op een bepaald moment de mensen uit elkaar halen die hem bij de kraag wilden grijpen. Hij antwoordde, heel die tijd had ik mijn hand in mijn zak en hield ik mijn gebedsnoer vast. Hij putte echt zijn kracht uit zijn intieme relatie met de Heer. De verzoening tussen Frankrijk en Duitsland in 1950 liep absoluut niet van een leien dakje. Velen spraken wel over deze verzoening, maar ze waren niet in staat dit idee op te leggen. Terwijl Schumann als minister van Buitenlandse Zaken kon proberen dit idee concreet te maken. Het was Jean Monnet die het plan van 9 mei 1950 uitwerkte en dit plan sprak Schumann meteen aan. Hij realiseerde zich wel dat hij, met dit plan, zijn loopbaan in de waagschaal zou stellen.
Als hij dit deed, was het omdat hij moed had. En deze moed bestond eruit niet eerst aan zijn politieke ambitie te denken, aan zijn persoonlijke carrière, maar door zichzelf voor te houden, dit is het wat ik moet doen en ik doe het, wat er ook gebeurt. Hij kwam hier het eerste weekend van mei in Chazelle. Hij bestudeerde het en toen had hij de inspiratie om er volop voor te gaan. Duitsland heeft meer gemeenschapszin dan welk land ook. In een verenigd Europa zal het volledig zijn rol spelen. Toen hij op maandagmorgen naar Parijs terugging, zei hij: breng Jean Monnet op de hoogte, we gaan ervoor. En zo is het allemaal gelopen. Ze hebben gedurende 8 dagen gezwegen voor de befaamde toespraak van 9 mei 1950. Schuman was er namelijk voor beducht zijn plan publiek te maken, omdat het dan meteen de grond in zou worden geboord. Hij laveerde het handig door de ministerraad tussen allerlei andere zaken door. U kent dat, rond 11:55, wanneer iedereen wil gaan eten. En hij hield zijn toespraak meteen daarna, tijdens de ministerraad. Terwijl de voorzitter van de raad, Georges Bidou, nog twijfelde, bracht een bode een brief van Adenauer waarin stond: wij steunen ten volle het plan van meneer Schuman. Toen zei Bidou: akkoord, doe maar. Op die manier vond de toespraak van 9 mei 1950 plaats. Frankrijk, dat sedert meer dan 20 jaar de voorvechter van een verenigd Europa is geweest, heeft steeds als voornaamste doel voor ogen gehad de vrede te dienen. Omdat een verenigd Europa niet verwezenlijk werd, hebben wij oorlog gekregen. Europa wordt niet in 1 dag opgebouwd, ook niet als een gehele constructie. Zij wordt via concrete stappen gerealiseerd die eerst werkelijke solidariteit scheppen. Met het oog hierop, vervolgde Schuman, stelt de Franse regering voor onmiddellijk de actie te concentreren op een punt van beperkte strekking, toch van beslissende betekenis. De Franse regering stelt voor de gehele Frans-Duitse productie van kolen en staal te plaatsen onder een gemeenschappelijke hoge autoriteit in een organisatie welke openstaat voor deelname van de andere landen van Europa. Dit gebeurde 5 jaar na de oorlog. De haat en natuurlijk ook het verlangen om zich te wreken voor de verschrikkingen van het nazisme waren nog sterk aanwezig. Maar Schuman volgde zijn diepe intuïtie en hij had de stoutmoedigheid om dit project te lanceren. De Duitse, Italiaanse, Belgische, Nederlandse en Luxemburgse regeringen beantwoordden meteen de Franse oproep. In 6 hoofdsteden kreeg een groot politiek ontwerp vorm. Het verwezenlijken van een Europese Unie langs vreedzame weg. Schuman is zich ervan bewust een missie te hebben. Het is een zachtmoedige, een eenvoudige man, bescheiden, maar wanneer hem onthuld wordt wat het goede is en wat hij moet doen om dit te realiseren, levert hij zich volledig over aan de voorzienigheid en gaat hij ervoor. Niets houdt hem nog tegen. Op 10 februari 1953 passeerde een eerste trein met Europese steenkool de opgeheven grens, 3 maanden later gevolgd door een eerste trein met staal. De gemeenschappelijke markt van kolen en staal was een feit. Ik kom terug op het boekje dat hij schreef aan het einde van zijn leven. Het laatste hoofdstuk heeft als titel De mensheid dienen. We lezen dat Schuman het vooral heeft over de vrede. Hij legt uit wat hij verstaat onder vrede. Voor hem is vrede niet alleen de afwezigheid van oorlog. Het is geen abstract begrip. Het is geen sentimenteel idee. Vrede is echt een constructie van elke dag die gebaseerd is op solidariteit, samenwerking, vrijheid, broederlijkheid.
sur la liberté, sur la fraternité. We zien dus dat voor Schumann de vrede gebaseerd moet zijn op christelijke waarden, die naderhand natuurlijk de waarden van het westerse humanisme zijn geworden. Europa is op zoek. Ze weet dat ze haar eigen toekomst in handen heeft. Ze is nog nooit zo dicht bij haar doel geweest. Moge God dit uur van de waarheid niet voorbij laten gaan. Deze laatste kans tot redding. Wat ik interessant vind, is dat er een grote continuïteit is tussen de politieke daden en de persoonlijke gedachten van Schumann. Vanaf 1955-56 pleitte hij voor een verruiming van de gemeenschap naar het oosten. Elisabeth, heb je van appel? Het kan verbazend lijken dat een Hongaar zich interesseert in Robert Schumann. Tijdens mijn studie, toen ik historisch onderzoek deed, vond ik de volgende zin. Dit is een minister die heel de tijd bidt, zoals een monnik. En dat heeft me diep getroffen, want ik dacht bij mezelf, een minister die bidt en die vergeleken wordt met een monnik, ik was dus heel verbaasd. Wat mij heel erg heeft geraakt, is dat deze man zijn leven gegeven heeft. Hij durfde te hopen verder te kijken dan wat de Europese politieke realiteit was in de jaren 40 en 50. Voor ons Hongaren is het jaar 1956 van groot belang vanwege de Hongaarse opstand. U weet dat in die tijd de Hongaarse opstandelingen zich verzetten tegen het communistische regime. Schumann was uiterst geraakt door deze gebeurtenis en ook daar keek hij verder. Voor hem was het daar al belangrijk te verklaren dat Europa niet alleen maar uit 6 landen bestond, er moest verder gegaan worden. Dit Europa moest uitgebreid worden. Ik begreep helemaal niet wat het verband was tussen het geloof van hen die men de stichters van Europa noemt en het Europa zoals we dat nu kennen. Eerder toevallig las ik en interesseerde ik me meer en meer voor de verklaring van 9 mei 1950 van Robert Schumann. De wereldvrede kan slechts worden bewaard door inspanning van alle positieve krachten welke hem tegen de dreigende gevaren kunnen beschermen. Ik werd heel erg geraakt toen ik deze tekst las. Ik voelde me een beetje als een verwend kind. Plots besefte ik dat als ik vandaag naar Duitsland kan reizen en me daar goed kan voelen, daar vrienden kan hebben, dit echt te danken is aan deze mensen die in die tijd hebben durven geloven dat vrede mogelijk was tussen Fransen en Duitsers. Na de Tweede Wereldoorlog hadden we niet meteen een situatie van vrede. De wereld was verdeeld tussen Oost en West en deze scheiding liep dwars door Duitsland, dwars door Berlijn en in 1961 werd een muur gebouwd dwars door mijn eigen stad. Robert Schumann is voor mij één van de grote visionairs van de vorige eeuw, één van de belangrijkste politici. Toen Europa een veld vol ruïnes was, de haat nog alomtegenwoordig was, had hij het idee dat de Europeanen zich moesten verenigen, omdat er in Europa nooit meer zoiets als twee wereldoorlogen in één eeuw zou ontstaan. Deze gedachte van een verenigd Europa heeft ons geholpen de muur neer te halen. Vandaag stellen wij vast dat er 28 landen behoren tot de Europese Unie, niet alleen van West-Europa, maar ook van Oost-Europa, van het noorden, van het zuiden. Dit hebben wij te danken aan Robert Schumann en aan zijn visie van een verenigd Europa.
Ik ben zelf katholiek en ik weet dat zonder spirituele basis dit soort ideeën niet realiseerbaar zijn. Ik bracht mijn eerste jaren door in Frankrijk, vervolgens in België. Tegenwoordig leef ik in Berlijn, in Duitsland. En ik vind het een enorme kans als jongeren in deze drie landen gewoond te hebben. Deze kans danken we toch een beetje aan Robert Schuman, die het fabuleuze idee gehad heeft Europa te creëren. Als Europese is het voor mij belangrijk te stemmen en me in te zetten voor de Europese Unie. Ik weet nog niet precies hoe, maar ik wil me engageren om de vrede te bewaren die vandaag bestaat tussen de verschillende landen. Dat we vandaag zo'n lange periode van vrede kennen in Europa is niet vanzelfsprekend. Velen denken dat dit eeuwig zal duren, terwijl we vaststellen dat de wereld niet verstoken is van oorlog. Rondom Europa vinden een aantal conflicten plaats, zoals in Oekraïne bijvoorbeeld. Mijn oproep aan de jongeren is de volgende. Dit idee van de Europese eenheid is jullie toekomst en mijn hoop is dat ze met jullie in goede handen is. Dat jullie dit werk voortzetten, zodat de toekomst vrede en welzijn blijft brengen voor iedereen. We bevinden ons hier in Bílá Voda, een klein dorpje aan de Tsjechische Republiek vlakbij de Poolse grens. Het plaatselijke kerkhof heeft als droevige bijzonderheid dat het de laatste rustplaats is van 700 religieuzen die hier tegen hun zin hun leven doorgebracht hebben. De liquidatie van 32 religieuze orders en de sluiting van 502 vrouwenkloosters waren het gevolg van de communistische putsch van 1948. Tegenwoordig komen jongeren van verschillende Europese landen op initiatief van de gemeenschap Schmenuf zich hier herbronnen en nieuwe bruggen bouwen tussen de naties. Voor mij vertegenwoordigt de Europese Unie eenheid die moeilijk te verwezenlijken is, maar die ook heel mooi kan zijn. Ze vertegenwoordigt deze eenheid waarbinnen wij onze wederzijdse grenzen respecteren, terwijl we open blijven. Een broederlijk Europa waar men niet vecht tegen de ander, maar men elkaar wederzijds helpt en dankzij welke wij ook allen samen onze hulp aan de wereld kunnen brengen. És közösen segítünk akár a világnak is. Voor mij staat de Europese Unie voor de gemeenschap en broederlijkheid tussen de landen. En het gevoel van veiligheid dat de Europese Unie biedt is ook heel belangrijk. Ik zou persoonlijk bij willen dragen aan de opbouw van Europa, de Europese Unie. Voor mij is het belangrijk bewustzijn bij te brengen bij de jongeren van mijn leeftijd over wat de Europese Unie werkelijk is en ze aan te moedigen na te denken over dit project. Dankzij het bestaan van de Europese Unie heb ik kunnen deelnemen aan het Erasmus-programma. En dit is een wonderlijke ervaring. Naar Frankrijk vertrekken en het dagelijks leven ontdekken, leren mezelf beter te kennen door allerlei ontmoetingen, begrijpen wat echt belangrijk is voor de anderen. Ik denk dat het feit dat we alle verschillend zijn heel belangrijk is, want verschillen maken ons rijker en dragen ertoe bij ons te verenigen. Ik denk dat Paus Franciscus een belangrijke boodschap heeft voor ons wanneer hij zegt dat we toenadering moeten zoeken tot elkaar en getuigen van de eenvoud van het geloof, van de nabijheid van Gods barmhartigheid. Europa lijkt dit vandaag niet meer te erkennen en lijkt haar historische en spirituele wortels te vergeten. Duchowni.
Voormalig president van de Raad, volksvertegenwoordiger van de Moezel van 1919 tot 1962, Robert Schuman, is overleden. De aanwezigheid van 5 voormalige regeringsleiders die hem in de lange stoet hebben begeleid op zijn laatste reis, de aanwezigheid van meerdere Franse en buitenlandse delegaties, hebben de persoonlijkheid onderstreept van zijn bouwwerk dat hij met alle kracht wilde bereiken en waaraan hij, Lotharinger die geboren werd in Luxemburg, nooit opgehouden heeft te werken. In 1958 ontving Robert Schuman in Aken de Karel de Grote prijs, die een rechtvaardigde eer betoont aan het werk waaraan hij zich gewijd heeft. Met deze eenvoudige man gaat er een grote Europeaan heen, een van de echte vaders van Europa. Meneer de voorzitter, wij zijn 8 jongeren uit 6 landen die uw lezing aan de Sorbonne van donderdagavond 12 december 1953 bijwoonden. We willen u danken voor de manier waarop u strijdt voor onze toekomst, door te vechten voor vrede en eenheid tussen de naties. Uw visie, die boven partijbelangen en zelfs landsbelangen uitgaat, is voor ons een inspiratiebron geweest. Het woord van de maand komt uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 15, vers 16. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Deze maand kunnen we bidden dat de visie van eenheid en verzoening van Robert Schuman de Europese landen, evenals andere landen, mag blijven inspireren om vrede op te bouwen. Bidden wij dat meer christenen de roeping horen om zich te engageren in de politiek, terwijl ze de waarden van het evangelie in praktijk brengen.